brandweer van Deventer, die wij één keer in de vier jaar houden. Dat doen wij vooral om ons werk te laten zien. En dat proberen we natuurlijk ook wel op andere momenten. Maar dit is de dag dat iedereen niet alleen kan komen kijken, maar ook zelf actief allerlei dingen kan doen. In totaal zit hier een kleine 20 man op kantoor. Dus niet alleen op deze afdeling, maar ook ondersteunende afdelingen. En daarvan zitten 15 man ook op een auto. We gaan nu op verkenning. Kijk wat aan de hand is. Wat is het grootste gevaar? Waar liggen prioriteiten? Waar moeten we op letten? Dus er komt een echte ambulance langs. Je ziet ook dat ondertussen de voorklep wordt opgemaakt. En daar de accuklemmen worden weggehaald, zodat er geen stroom meer op de grond gaat, zodat er geen vuur meer kan ontstaan, maar ook, en dat kan ook heel belangrijk zijn, dat er geen automatische airbags eventueel af zouden kunnen gaan. Nu is het belangrijk dat de brandweerman rekening houdt met eventueel exploderende airbags. Nou, deze zorgen net als het pannetje met water erop voor een grote paddenstoel vuur.